Hoi, dit is Fleur. Hoi. En zij gaat jou alles leren over hoeslakens. Hoe je hoeslakens makkelijk kunt opvouwen, hoe je ze het beste kan wassen en welk hoeslaken het beste past bij jouw matras. En dat doet zij in 2 minuten en 35 seconden. Hoeslakens zijn er in verschillende soorten en maten en zorgen er samen met de Molton voor dat je matras schoon en beschermd blijft. Tijdens het slapen verlies je namelijk vocht. Voor een optimale bescherming van het matras is het belangrijk dat de Molton en het hoeslaken er strak omheen zitten. Het hoeslaken moet dezelfde afmetingen hebben als het matras. Voor een matras van 160 bij 200 centimeter heb je dus een hoeslaken nodig met dezelfde afmeting. Alle HEMA-hoeslakens hebben elastiek rondom het laken. Daardoor blijft het hoeslaken strak en beter rondom het matras zitten, ook tijdens het slapen. Katoen kan goed vocht opnemen en voelt koel aan. Daarom zijn de meeste hoeslakens van katoen en soms zelfs van zacht katoen, wat nog zachter aanvoelt als je erop ligt. Satijnenhoeslakens hebben veel overeenkomsten met het katoenen hoeslaken. Satijn werkt vochtregulerend en is ook luchtdoorlatend. En het heeft een luxe uitstraling. Daarnaast wordt er gezegd dat satijn ook goed is voor de huid, haren en dat het rimpels tegengaat. Hoeslakens zijn er voor verschillende matrastypes. Heb je bijvoorbeeld een topper op je bed? Dan kan je het beste voor een hoeslaken speciaal voor een topper kiezen. Deze is minder hoog dan een gewoon matras. En voor matrassen met een split is er een splittopper hoeslaken. Het is verstandig om je hoeslaken iedere week te verschonen. Alle HEMA hoeslakens kunnen gewoon in de wasmachine. De meeste hoeslakens kunnen tot 60 graden worden gewassen en op hoge temperaturen worden gedroogd in de droger. Check voordat je dat doet altijd eerst de wasinstructies op het waslabel. Een hoeslaken opvouwen kan lastig zijn, maar met de manier van Fleur is het super gemakkelijk. Leg je hoeslaken op een platte ondergrond, bijvoorbeeld op je bed. Stop je handen in de onderste punten van het laken. Breng dan vervolgens de onderste punten naar de bovenste punten en stop ze in elkaar. Het elastiek van het hoeslaken moet vormen als een U-vorm. Leg vervolgens de zijkanten van het hoeslaken netjes over elkaar heen en vouw er een netjes pakketje van dat je gemakkelijk in de kast kunt leggen. Nu weet je welk hoeslaken het beste bij jou past, hoe je hem moet wassen en tot slot hoe je hem netjes kan opvouwen en opruimen. Wil je ook weten hoe je gemakkelijk een dekbed kan opmaken? Kijk dan deze video. Doei!